Op Oudjaarsdag, precies 75 jaar geleden, in 1944, om 15:55 vond er een bombardement plaats dat het dorpje Meeuwen verwoestte. 75 jaar later, op Oudjaarsdag, om 15:55, hebben de inwoners van toen en de burgemeester een plaquette onthuld. Dames en heren, hier zie je dan de plaquette. Nou, vandaag is het precies 75 jaar geleden. De datum staat eronder, 31 december 1944, dat Meeuwen is gebombardeerd in een geallieerde luchtaanval. Meeuwen was nog bezet gebied. De geallieerden zaten aan de zuidkant van de Maas. En de strijd die lag een beetje stil. Dat wil zeggen dat er geen vooruitgang meer in zat. Dus de geallieerden hebben eigenlijk min of meer wat willen forceren om toch een keer vooruit te komen of een eind te maken aan het aan de strijd, aan de bezetting. U maakt net de foto's ervan. Is dit bijzonder voor u? Ja, nou ja, ik heb hier als kind hier altijd gewoond en precies hiernaast. Hè, altijd hier gespeeld met langs die boom hier en zo. Nou, en mijn ouders hier, het huis was toen helemaal in gort. Maar de week, ik ben van 48, dus dat heb ik niet meegemaakt. Maar ik heb wel dat het dorp opgebouwd is. Hè. Dat heb ik wel meegemaakt natuurlijk. Dus, In Meeuwen waren de mensen begin november allemaal al geëvacueerd. Omdat het frontgebied lag al aan de overkant van de Maas. En er werd al behoorlijk heen en weer geschoten. Dus het werd eigenlijk zo gevaarlijk voor de mensen dat de Duitsers ze eigenlijk hebben weggestuurd. Het is een plaquet tegen de muur van het dorpshuis met een gedicht in rijmvorm. De plantaan die op de plaquet staat afgebeeld was een van de weinige overblijfselen van Meeuwen. In de oorlog was het nog een jongere boom. Maar die heeft het oorlogsgeweld overleefd. Hij was wel gewond, maar hij staat er nog steeds en hij is uitgegroeid tot een markante reus in ons dorp. Ik vind het iets heel belangrijk voor Meeuwen. Kijk, ik ben een Meeuwetje, ik ben in Meeuwen geboren. Mijn vader komt uit Meeuwen. Ik heb ook het vaantje van de windwaaier van de muziektent heb ik gevonden nog op zolder van mijn vader. Ja, en die kwam nou echt gelegen, dus alles is verwoest. En ik vind, daar moeten we echt wat bij stilstaan. Nu kunnen het nog, nu zijn er nog mensen die zijn nog in leven, die kan het nog terug vertellen. Dus ik vind het heel belangrijk. Ja, het is zo bijzonder, ik heb het altijd bewaard. Ik zeg, als ooit de muziektent terug zou komen in Meeuwen, dan kan hij weer op. Dan kan hij weer op laten knappen en weer opzetten. Misschien is het ooit nooit de bedoeling dat er ooit een keer een muziektent gezet wordt. Nou ja, dat is toch ook, dat is ook iets wat vroeger kapotgeschoten is hier in Meeuwen.